Hallo iedereen die kijkt en welkom bij deze nieuwe maandupdate van oktober. Deze maand had ik graag mijn trouwquilt afgemaakt. Helaas is er heel veel werk tussen gekomen voor klanten. Ik heb het dus behoorlijk druk gekregen, waardoor ik dus niet heel erg aan de trouwquilt en aan toe ben gekomen. Ja, dan schuiven we toch inderdaad de eigen projecten op. Maar ik heb al wel een heel stuk af. Zoals je kan zien, hij zit al behoorlijk in elkaar. Hij moet nu alleen nog doorgestikt worden en dan moeten de randen mooi afgewerkt worden. Maar dat is dus een projectje voor over weer een paar maanden als ik weer verder ga met de UFO-projecten. Hij blijft dus nog eventjes op de plank liggen. Nou, hij wordt in ieder geval verplaatst naar het eerste kwartaal van volgend jaar of het tweede kwartaal van volgend jaar. Moet ik even kijken hoe ik uitkom qua planning met andere projecten die echt maandvast zijn. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het project van de kerstjurk. Ik hoop dat ik die nog af ga krijgen. Ik ga er wel van uit dat dat gaat lukken. Het zal wel wat langer duren voor de video uitkomt. Ik probeer iedere 3 weken een video uit te brengen. Over 3 weken breng ik dan ook een video uit die ik al eerder dit jaar heb opgenomen. Kan je nog even genieten van de zonneschijn die er toen was. Nou ja, tot dusver de update. Er komt sowieso een video over hoe ik dus verder ben gegaan met de trouwquilt. Maar voorlopig nog niet. Ik hoop over 6 weken in ieder geval de video uit te kunnen brengen over van mijn kerstjurk. Hoe ik die heb gemaakt. Waar ik ook nog steeds aan moet beginnen. Maar deze aankomende paar weken ga ik nog even keihard verder ploeteren aan alle andere opdrachten. Dus abonneer je op dit kanaal en klik ook de notificatiebel aan. Zodat je op de hoogte wordt gehouden wanneer de volgende video uitkomt. Ik ga hier keihard verder aan de slag. En ik hoop dat ik aan het einde van deze en volgende maand heel wat spullen voor klanten en voor mezelf dus nog de kerstjurk af heb. Oké, toedels!